Namelijk, we hebben... Wat gebeurt hier nou? Hallo? Hondje? Daar is ze wel. Hey! Stroom binnen. Oh, ik dacht dat je daar binnen zou wachten. Nou, sowieso deze hele winkel, jongens. Moet je kijken hoe groot dit is. Het is echt niet normaal. Dit is onze sleutel. Oh. Ja, tuurlijk. Als het bij sleutel. Sorry. Bon dia mensen, mijn naam is Lars Witson en superleuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Laat ik eens even beginnen met hoe de dag begon. Namelijk, we hebben... Wat gebeurt hier nou? Hallo, hondje, what are you doing here? Laat ik eens even beginnen met hoe hectisch deze dag begon. Namelijk, we hebben dit hek en die is gisteren kapot gegaan. Wat natuurlijk super vervelend is. Als het goed is, komt er vandaag wel al meteen een monteur om hem te maken. Maar ik was dus even helemaal vergeten dat het hek niet meer dicht kan. Dus ik had vanochtend de hond naar buiten gedaan en je kan het al raden, ik dacht dat hij weggelopen was. Normaal doen we hem altijd even naar buiten op het moment dat hij gaat eten. En toen bedacht ik me dus dat dat hek dus gewoon open stond. Dus ik die hond roepen, ja, gelukkig was hij er nog. Maar toen kwam het echte probleem pas. Namelijk deze schuifdeur. Ik had hem open laten staan en dat moet je tegenwoordig niet meer doen. Want Simba gaat gewoon altijd ontsnappen via het balkon. We hebben natuurlijk al deze maatregelen genomen zodat hij hier niet meer onderdoor kan. Dat was namelijk zijn ontsnappingsplekje. Maar tegenwoordig heeft hij een nieuwe. Dat is hier bij deze balk. En hij springt dan hier op de balk. Loopt dan via daar, via het muurtje naar beneden. En uiteraard was dat ook nog vanochtend even gebeurd. Dus ik met de hond op pad om die kat weer te vinden. Ja, ik had hem niet gevonden. Gelukkig na 5 minuten kwam hij wel weer in de tuin te lopen. Dus heb ik hem snel naar binnen gehaald. We willen eigenlijk nu deze groene dingen willen we helemaal zo doortrekken. Zodat die kat gewoon niet meer hier weg kan. Want nu kan die eigenlijk helemaal niet meer naar buiten. Normaal kon die nog een beetje chillen op het balkon en zo. Dat gaat nu niet meer. Want anders loopt hij gewoon weg. De hele tijd erachteraan hoppen. Dat is ook niet wat. Daarnaast wou ik vanochtend eigenlijk gaan sporten. Maar ja, kijk, ik had mijn sportshirt al aangetrokken. Maar ik had eigenlijk zo weinig zin omdat ik zo hectisch bezig was met die hond en die kat natuurlijk. En ja, de dag begon ik al niet helemaal fit. Ook omdat we gisteren natuurlijk zoveel hebben gedaan. Dus dat heb ik achterwege gelaten. Ik heb even wat series gekeken. Ik heb wel in ieder geval een vlog bewerkt. Wat op zich ook wel nodig is. Want ik wil gewoon helemaal bijlopen op het moment dat we naar Panama gaan. Dat is eigenlijk al... voor ons over 2 weekjes, dus super snel. En dan moet ik gewoon zorgen dat ik alle vlogs heb bewerkt. Want ik wil daar zo weinig mogelijk bewerken. Ik moet er sowieso wel een paar doen. Maar ik wil gewoon lekker gaan genieten van mijn vakantie. Maar dan moet wel alles bijlopen. Dus dat is eigenlijk hoe ik mijn ochtend heb besteed. We hebben verder nog wel een leuke dag voor de boeg. We gaan namelijk vanavond barbecuen. Claudia heeft wat mensen uitgenodigd. Vooral volgens mij alleen maar meiden. En we zijn er met een stuk of 8 of 9 mensen. En we gaan hier dus lekker barbecuen op de Big Green Egg. Maar er moet nog wel even wat vlees voor gehaald worden. Ik ga straks even met Nienke wat vlees halen. Ik heb met haar afgesproken om 3:30 bij de Mangusa. Een van de lokale grote supermarkten hier op het eiland. Waar je op zich redelijk goedkoop vlees kan kopen. Dan gaan we samen met Claudia en Nienke alles klaarzetten voor de barbecue. En dan rond 1 uurtje of 6 komen alle mensen hier naar ons huis. Dus het is een lekker druk avondje. Ik heb Nienke beloofd dat ik vandaag een keer op tijd zou komen. En jullie kennen mij langer dan vandaag. Lars en op tijd komen, dat is nog wel eens een vak apart. In principe zou het moeten kunnen, maar het gaat echt totaal liggen of het druk is bij de Santa Rosa weg. Er is een kruispunt daar en dat is echt altijd super druk. Ik heb in ieder geval wel de Caracas Byway geskipt, want we rijden zeg maar een stukje om. Als het goed is moet het sneller zijn. We zouden er ongeveer binnen 8 minuten kunnen zijn en we hebben een kwartier dus. Dus je zou denken dat ik vandaag een keer op tijd kom. Het was echt super rustig bij het kruispunt. Wat op zich wel chill is, want ik heb letterlijk nog 1 minuut om beneden te komen. We hebben namelijk voor de ingang van Mangusa afgesproken. Dus ik ga eens even kijken of ik Nienke kan vinden. Ze zijn hier ook wel van de kerst hoor. Moet je kijken, helemaal aangekleed en zo. Helemaal tussen de roltrappen hierin. Maar super leuk. Nice. Daar is ze wel. Hey! Stroom binnen. Oh, ik dacht dat je daar binnen zou wachten, maar ik heb je gevonden. Dus kijk, toch. Oh, echt een moment. Alright, ja, inderdaad. Ja, ik was hem ook al vergeten. Dus... Ja, dat moet toch steeds zien. Je hebt het boodschappenlijstje? Ja. Top. Heb ik. Gaan we eens even kijken of we alles kunnen vinden. Nou, ik ben benieuwd. Het wordt vast wel zoek toch? We hebben hamburgerbroodjes nodig en hamburgers zelf natuurlijk. Ja. Een keukenrol. Ja, volgens mij het gangpad hiernaast. Oh, top.
Satésaus, kruidenboter, feta tomaatjes, ijsbergsla, iets van huzarensalade, kipstokjes en dan nog wat groenten en mais. Oké, ik denk dat we maar met de makkelijkste dingen beginnen. We hebben het eerste, hebben we al de satéstokjes, dus dat is helemaal top. Ja, volgens mij ligt een wc-papier naast, dus dan gaan we daar maar in. Top! We hebben het keukenpapier gevonden. En nu gaan we naar het mooiste natuurlijk weer, naar de vleesafdeling. Heb je hier ooit vlees gehaald? Nog niet. Nee. Dit is echt top, want je moet dus een nummertje trekken. Serieus? En dan moet je wachten totdat je aan de beurt bent. Kijk, daarachter heb je een nummerding, zeg maar. Ja. En dan, als je aan de beurt bent, dan word je opgeroepen in het papiermens. Dus je moet wel een beetje papiermens kunnen. Dat redden wij wel. Ja, dat redden we wel. We gaan even een nummertje trekken en dan, we moeten toch wachten. En dan gaan we eens even wat vlees uitkiezen. We zijn nummertje 29, we zijn bijna aan de beurt. Op het moment is 28 aan de beurt. Ja, jij hebt ondertussen net al de hamburgers gepakt, dus dat scheelt weer. Yes. Dikke multitasking hier, jongens. Goed de taken verdelen. Ja, maar anders sta ik hier te wachten en dan sta jij niks te doen, toch? Ja, dat is ook zonde van de tijd natuurlijk. We zijn lekker op weg. We nemen van deze lekkere kipstokjes mee. Maar ze hebben hier zoveel vlees. Nou, sowieso deze hele winkel, jongens. Moet je kijken hoe groot dit is. Dat is echt niet normaal. Oh, daarachter loopt het ook nog helemaal door. Ze past niet eens mee op mijn camera, joh. Bizar, ja. Echt groot, hè? Ja. Het is natuurlijk ook wel even leuk om jullie een beetje wat dingen te laten zien. Maar ik loop hier langs de taartenafdeling en die taarten hier zien er altijd super goed uit, moet je kijken. Wee, yo. Nou, hier kun je smullen, kan ik je vertellen. Ziet er echt heel goed uit. Volgens mij hebben we bijna alles, mensen. Ik heb snel even wat koekjes opgehaald. Hier gaan we vanavond s'mores mee maken. En als je niet weet wat dat is, die doe je tussen twee van die koekjes met een marshmallow en wat Nutella erbij. En dat is super lekker. Even kijken of ik Nienke terug kan vinden. Die is alle laatste groentjes bij elkaar aan het rapen. En dan zijn we hier klaar. Het enige wat we nog nodig hadden was het. Oh, ik heb je net gevonden. Ik wou net zeggen, we hebben net een maiskorf gevonden. Dus we zijn klaar. Ja, dat lijkt me inderdaad prima. Toch? Dit zijn van die kleintjes die jij bedoelde. Ja, en sommige mensen willen maar. Sommigen willen halve. Dus dit is wel prima zo. Nou, een aardig boodschappenkarretje weer zo. Dus maar we zijn klaar. Dus let's go to the kassa, denk ik dan maar. Ja, goed plan. De boodschappen zijn binnen en Nienke rijdt als het goed is achter mij. Ja, even gecheckt. We rijden snel naar ons huis en dan gaan we even alles klaarmaken voor de barbecue. Wij zijn weer thuis en we moeten nog even wat voorbereidingen doen. En Nienke is daar al mee begonnen. We gaan even een salade maken. Nee, in ieder geval, ik ga proberen te helpen. Wow, dat gaat weer maar, wat gaat er allemaal in? We hebben sla. We hebben tomaat. Tomaatjes. En paprika voor de salade. Ja. Uitjes ook nog? Of nee? Die... Voor de spiezen doen we dan ui, courgette en paprika. Oké. Dat was het plan. Top. Alright, dus we hebben straks van die spiesjes met courgette, uien en paprika. Of dat lekker is, ik heb nog geen idee. We gaan het zien. Ja, ik hou niet van groenten dus. Maar het is voor de dames. Voor de dames. Zo, jij eet ook wel paprika. Ja, punt paprika eet ik. Ja, maar dit is toch bijna hetzelfde? Is het zo? Hetzelfde. Ja, maar normale paprika wel. Ja. Maar ui aan een spies, dat is niet voor mij weggelegd. Dus samen met courgette. Maar we gaan het zien. Ik ga het wel proberen. Ja, dat staat inderdaad op film. We zijn goed op weg met de salade en de spiezen. Hier zitten alle ingrediënten in voor de spiezen. Oh, alleen de uitjes moeten zo nog. En dit wordt de hele salade. Die ben jij aan het afmaken met de paprika. Ziet er goed uit. Maar wat we ook nog even moeten doen is de hele toko verbouwen. Nou, de hele toko valt op zich wel mee. Maar deze tafel moeten we even naar achter zetten. Omdat daar natuurlijk de Bickery & Egg tafel staat. En het is wel gezellig dat we gewoon met z'n... wat is het? We zijn met 9 of zo? Ja, ik dacht het wel. Volgens mij inderdaad dat we gewoon met z'n 9 daar kunnen zitten. Dus ik ga eens even de stoelen en tafel verbouwen.
dachten, we doen mooi makkelijk, want we hebben gewoon de tafel die daar achter om de hoek normaal staat, hebben we hier neergezet. Dus we hoeven niet helemaal die andere vanaf daar te slepen. Die hond gaat helemaal lijp op het moment, want hij denkt dat hij de tafel even kan meenemen. Hij probeert hem letterlijk vast te bijten. Gaat goed, knakbaas? Hé? Hey? Gaat goed? Rare hond blijft het. Rare hond. Dus even kijken wat er tussen staat. Oh, het gaat regenen, mijn man. Huh? Het gaat regenen. Oh mijn god. Nee. Ja, dat is niet best. Ik dacht even kijken wat de tussenstand hier binnen is. Want dit ziet er wel heel goed uit, Nienke. Mooi. Dat heb je mooi gedaan. Ja? Oké, okay, ik moet even snel helpen, want anders worden de kussens nat. Bui duurde letterlijk ongeveer 2 minuten. En we hebben echt alle kussens even snel naar binnen gegooid. Daar zo. Maar het is tijd om de barbecue aan te steken. Ik heb net even de kooltjes bijgevuld. En we gebruiken even... Hallo hond. Ik zo moe van hem. Maar we gebruiken van die aanmaakblokjes. Stoppen we erin. En dan steken we dit ding in de hens. Uiteraard. Wel even deze open. En deze. Alles is ready. Barbecue is op temperatuur, alles staat op tafel en het is eigenlijk alleen nog even wachten op de gasten. Ik durf alleen niet te zeggen hoeveel ik vlog, ook omdat er muziek op gaat staan en zo. En mochten wij geen muziek opzetten, dan komt het wel daar aan de overkant van de buren. Kerel heeft hard de muziek aan, jongen, dat is niet normaal. Ik zal sowieso even wat impressieshots geven. Vertel het eens. Ik probeer een kurk uit een fles te halen. Met een sleutel. En hoe gaat dat tot nu toe? Nou, dit is tot nu toe het resultaat. Dus, straks breek je gewoon je sleutel af, ja. Dat moet je ook niet doen. Nee, dit is een dubbele sleutel. Die hebben we. Oké. Okay. Ja, maar ik draai al die dit is onze sleutel ook gewoon. En als je... Ja, tuurlijk. Als een bijsleutel. Zo gaat het ook niet. Oké, wij zitten dus helemaal moeilijk te doen om die fles te openen. Maar mevrouw heeft gewoon een keukentrekker in haar tas. Ja, inderdaad, dan kom je wel een beetje over als een alcoholist. Maar hij lag hier zo gewoon ergens in de tuin. Ik ga naar buiten, dan komt het allemaal. Bij? Mambo? Ja. Oh, super. Er zit wel altijd met mijn tasje gaan en dat herinner ik. Ja, maar kijk dan. Dit is betere werk. Mijn avond is weer goed. Kun je toch nog zo. De laatste mensen zijn naar huis. Wij gaan nog hier even alles opruimen. En dan gaan we zo lekker naar bed. Het was in ieder geval wel super gezellig. Dus dat is helemaal toppie. En bij deze ga ik meteen de vlog afsluiten. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een blauwe duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren. Want morgen om 4:15 staat er weer een gloednieuwe vlog online. Speciaal voor jou. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is ajo, Temanjan. Oftewel doei. En tot morgen.